Een hele goede middag. Het is vandaag zondag en het is serieus al 4:15. En ik heb net gedoucht en me aangekleed. Ik heb mijn make-up nog niet gedaan. Daar heb ik ook even geen zin in. En ik heb gewoon echt zo ontzettend lang geslapen. Ik werd om 10:00 eventjes wakker. Keek even of mijn telefoon laat was. Keek even nog in mijn mailbox. En toen ging ik weer verder slapen. Toen werd ik serieus om 2:00 wakker. Lord, dat is echt heel laat. En ik ging 3:00 uit bed. En nu is het dus 4:15. Ik heb gedoucht enzovoort. Ik had het dus blijkbaar nodig. Ik heb ook echt tot gisternacht ging ik ook echt 3:00 slapen. Echt laat. Terwijl ik echt al volgens mij om 12:00 in mijn bed lag. Maar tot 3:00 zat ik gewoon op mijn telefoon. Met iedereen te kletsen en te doen en weet ik veel wat. En toen was het 3:00 en toen dacht ik, nee, oké, nu moet ik echt gaan slapen. Maar goed, in ieder geval, ik heb lekker lang geslapen. En ik ga vandaag echt heel veel editen, want dat moet echt. Ik moet echt heel veel editen. Ik heb heel veel filmpjes staan en die heb ik allemaal nog niet geëdit. Dus dat ga ik doen. Halve dag is al voorbij, by the way. Verder ga ik niet zoveel vloggen vandaag. Het regent, het is echt vreselijk weer. Ik ga denk ik er helemaal niet naar buiten. En ja. Dus dat. En een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. En het is nu alweer 2:05. Ik heb net gedoucht, aangekleed, make-up gedaan. En ik heb tot gisteravond tot laat geëdit en achter mijn computer gezeten. Ik ben voor een outfit aan het kijken voor de Luxury Fair. Heet dat de Luxury Fair? Ja, Luxury Masters of Luxury, dat is het. 8 december is dat en de VIP night, daar ga ik heen. En ik was gisteravond tot laat op allemaal websites voor jurkjes aan het kijken. Ik weet ook nog niet of ik nou lang wil of kort. Meestal wil ik eigenlijk niet lang, dus ik denk dat het kort wordt. Maar ik ben er nog niet uit. Ik heb nog niet echt het gevonden wat ik wilde. Wel allemaal mooie jurkjes, maar nog net niet dat je denkt, dit wordt hem. Ik kom net van buiten en het regent maar en het regent maar. En het is echt vreselijk koud. Ik heb ook trouwens een nieuwe jas gekocht. Een tijdje geleden. Die heb ik nu aan. Van, hoe heet dat? Canada Goose. Hoe dat ook heet. Met een geweldig capuchon waar je jezelf helemaal in kan verstoppen. Heerlijk. Maar goed, anyways. Ik ben net naar de Bagels & Bees gegaan. En ik heb heerlijk een bagel gehaald. En een yoghurt. Wat ik nou altijd neem. Yoghurt met amandel. Yoghurt met banaan, walnootjes en ahornsiroop. Aanrader van de Bagels & Beans. Die is echt super lekker. Ik heb me nog niet ontbeten, dus ik heb echt even wat gehaald. En ik heb lekker een speldbagel met avocado en pesto. En ik ga het jullie even laten zien. Zo ziet dat eruit. Met gerookte kip en avocado, super lekker. En dit is de yoghurt met ahornsiroop en walnoten en kaneel. Zit er trouwens ook in. Dus dat ga ik even lekker opeten. En ik weet soms niet waar ik moet beginnen met. Ik moet best wel veel doen, maar ik weet soms niet waar ik moet beginnen. Moet ik dan eerst even e-mailen en dan filmpjes opnemen en dan sporten? Of moet ik eerst filmen? En dat, ik weet het allemaal nooit zo goed. Ik moet het altijd even goed voor mezelf plannen. Want soms weet ik dat als ik dan nu achter de computer ga zitten, want dat neemt altijd heel erg veel tijd in beslag, dat waarschijnlijk van het filmen niks meer van terecht komt. Dus het beste kan ik. Ik wilde ook een make-up tutorial opnemen. Dus ik denk dat ik als eerste ga filmen. Eerst mijn bageltje opeten natuurlijk. En daarna ga filmen en dan achter mijn laptop ga zitten mailen. Want dat kan natuurlijk ook nog vanavond. Ik wil eigenlijk ook nog naar de bios vanavond. Want daar heb ik ook wel zin in. Het is echt zo'n vieze, grauwe, regenachtige dag. Anyways. Ik ga eerst even lekker wat eten. Goedemiddag. Het is nu 4:10. En ik heb een make-up tutorial opgenomen. Ik ben er eigenlijk niet zo blij mee.
Denk ik. Ik denk dat ik er niet zo blij mee ga zijn, want de camera stond eigenlijk niet zo goed. Maar goed, ik ga zo even kijken hoe het eruit ziet op beeld. En of ik er iets mee kan. Als ik er niets mee kan, dan heb ik het voor niets opgenomen. Het is niet anders. Verder is het zo ontzettend donker buiten en het is 4 uur, serieus. Oh, maar goed, ik ga denk ik nu nog even een filmpje opnemen en daarna ga ik de sportschool in. En daarna ga ik even kijken of ik nog een filmpje ga pakken en naar de bios ga. Of lekker series ga kijken op de bank. Ook wel heel erg zin in. En even kijken wat ik ga eten vanavond. Niet zoveel mee te delen. Een hele saaie vlog wordt dit. Maar goed, we gaan weer even verder. Een hele goede avond. Het is vandaag vrijdagavond. Nee, het is zaterdagavond. En ik heb net wat gegeten bij de tapasbar hier om de hoek. En ik zit nu te bedenken wat ik nu wil gaan doen. Want eigenlijk is het 9:30. En eigenlijk denk ik, ja, of ik ga nu gewoon douchen, make-up van mijn gezicht afhalen en in bed liggen, film kijken, series kijken of iets. Of niks meer doen met de avond, zeg maar. Of ik ga dus nog wat doen. Maar ik weet nog niet wat. En het is zaterdagavond. Moet je toch eigenlijk wel wat gaan doen met je avond. Morgen lekker vrij. Daar heb ik nu ook al zin in om heerlijk uit te slapen. Dat ga ik echt zeker doen. Oké, ik ga nu eventjes kijken in mijn telefoon wat ik ga doen. Keep you posted. Ik ben nu in het Fletcher Hotel of in de toren of zoiets. In Zuidoost en ik ben nu in de wc. In die wc die is gewoon bijna even groot als mijn woonkamer. Serieus. Dit is de wc. Ja, je kunt het gewoon niet zo goed zien hoe groot die is, maar hij is dus gewoon echt heel erg groot. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. En ik heb me net gedoucht en aangekleed. En ik ga vanmiddag naar de BBB boutique, maar dan moet ik even, ik hoop dat ik het goed zeg, maar het is in ieder geval, er zijn twee locaties in Amsterdam en ik ga naar het Amstel, aan het Amstel zit het en daar ga ik een filmpje opnemen, heel interessant, ik zag het voorbij komen een tijd geleden op Instagram en het is een soort workout in een cabine waar het 55 graden wordt. En daar lig je dan alleen in. En dan heb je allemaal cabines naast elkaar. Dus het is een soort van groepsles. En ik heb vandaag met Anna en Maartje afgesproken. En Maartje gaat me meer uitleggen over wat het precies inhoudt. En wat het precies doet enzovoort. Maar ik heb daar heel erg zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat het inhoudt. En hoe dat voelt. Je gaat zeg maar oefeningen doen of zo in die cabine. Dus die afspraak heb ik vanmiddag staan. En verder heb ik afgelopen weekend niet zo heel veel gevlogd. Want gisteren zondag heb ik echt niks gedaan. De hele dag in bed gelegen. Want het was zaterdag heel laat geworden. Ik was zaterdag naar het Fletcher Hotel. Die toren in die lounge. Dat was echt super leuk. Super gezellig. Ja, ik wilde er al een keer eerder heen. Want ik was benieuwd hoe dat eruit ziet boven in die toren. Maar best wel mooi. Zie je gewoon sneeuw echt. Nou ja, whatever. Maar het is best wel leuk uitzicht. Verder ga ik vandaag. Ik zou eigenlijk vanavond naar het UB40 concert gaan in Paradiso. Maar ik heb het afgezegd. Mijn kaart is alweer verkocht ook. Zo snel gaat dat. Want ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ben echt heel moe. Maar nu heb ik ook alweer weer spijt. Dat ik denk, oh, ze zijn echt best wel leuk, UB40, die muziek. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga vandaag veel werken en dingen doen, filmpjes, e-mailen. En ik neem jullie door mijn dag heen. Oké, ik heb nu mijn jas aan en ik wilde eigenlijk een Uber pakken met mijn spullen naar die BBB Health Boutique. Maar het regent nu niet. Dus ik ga toch maar met de scooter. Ik heb mijn tas ingepakt. Ik heb er heel erg zin in. Ik ben nu aangekomen bij de BBB boutique aan het Amstel en het is echt super mooi. Ik ga jullie het even laten zien. Hier kom je zeg maar binnen en dit
dit is het logo. En dan zijn zeg maar hier alle douches. Super mooi, ziet er echt super mooi uit. En schoon. En hier is dan het toilet. En beneden is zeg maar de zaal waar het gaat gebeuren. Hier kun je jas ophangen. En hier kom je dan zo binnen. Hier ga je naar beneden. En hier zijn kluisjes en kleedkamers. En hier is ook nog een zaal waar ook nog verschillende lessen worden gegeven. Echt super mooi. En dit ben ik. Ik heb er zin in. Dus ik ben net thuis van mijn workout bij BBB Health Boutique. En ik voel me wel echt lekker. Het was echt lekker. En de warmte was ook echt lekker. Niet dat je denkt dat het te warm is, maar gewoon echt aangenaam. En ik voel nu al aan mijn armen dat ik waarschijnlijk spierpijn ga krijgen morgen. Terwijl we maar 3 oefeningen voor armen hadden gedaan, maar die train ik amper de laatste tijd. Dus dat is niet zo gek. En ja, het was wel echt een super mooie locatie ook aan de Amstel. En ja, het is wel heel lekker om te doen. Dus ik ga het nu 2 weken uitproberen. En daar ga ik ook wel echt over vloggen wat ik ervan vind. Je kunt alles 2 weken onbeperkt ga ik uitproberen. Lesjes, dingen die ze allemaal hebben. En ja. En nu, ik zit heel veel te denken of ik nog even naar de sportschool ga om toch een beetje cardio nog te doen. Want daar heb ik eigenlijk wel heel erg zin in. Ik denk dat ik dat wel nu heel even ga doen. En vanavond ga ik wel naar mijn concert van UB40. Want ik had het afgezegd, kaart was ook al verkocht. Maar mijn vriendin wilde heel graag dat ik meeging. Dus ik heb snel net nog even een kaart gekocht op internet. Want die waren er nog op Ticketswap. Dus vanavond naar mijn concert van UB40. En neem ik mijn camera ook sowieso mee. En nu ga ik nog heel even trainen in de sportschool. Ik heb net gesport en gedoucht en me half aangekleed. Nog niet helemaal, want ik ga over 2 uurtjes. Nee, 1,5 uur moet ik bij de Paradiso zijn, hebben we afgesproken. En ik moet nog even snel wat eten. Ik ga denk ik salade maken. En ik voel me wel echt heel erg lekker na die workout vanmiddag bij BBB Health Boutique. En nu net nog even gesport. Ik heb eigenlijk alleen maar cardio gedaan. En armenkracht. Want ik wil nu echt meer mijn armen trainen. Want dat heb ik echt verwaarloosd. Afgelopen jaar. Dus die voel ik nu ook echt best wel. Maar ik neem jullie mee vanavond naar UB40. Een hele goede avond. Het is vandaag dinsdag. En ik was gisteren dus naar het UB40 concert. Nou, dat vond ik eigenlijk best wel een tegenvaller helaas. De leadzanger was er niet. En ik was geloof ik de jongste daar in die hele zaal. Dat maakt dan op zich nog niet eens zoveel uit. Maar nee, het was echt wel een beetje een tegenvaller. Maar goed, ik ga nu naar de sample sale van Jos Bless in het Fashion Center. Daar rijd ik zo heen snel, pak ik even een Uber. En ik ben heel erg benieuwd. Eigenlijk moet ik er niet heen gaan, want dan ga ik weer heel veel geld uitgeven. Maar toch moet ik er echt heen, want ze hebben daar allemaal Elisabetta, Frankie merken en weet ik veel wat allemaal. Dus ik ben heel erg benieuwd. En als ik wat ga kopen, dan laat ik dat sowieso aan jullie zien in een filmpje. Dus dat.